Deze laatste video uit de serie over de Tweede Wereldoorlog is niet voor iedereen. Zoals je rechtsboven ook ziet staan, is deze video alleen bedoeld voor leerlingen op gemengd en theoretisch. En dan gaat het over de Tweede Wereldoorlog in Azië en dan met name de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Want zoals we eerder al hadden gezien, werd die Tweede Wereldoorlog niet alleen in Europa uitgevochten, maar ook in Azië. Stonden er stonden twee bondgenootschappen tegenover elkaar. De asmogendheden en de geallieerden. En ja, er werd dus in Europa heel erg gevochten en in Noord-Afrika. Maar dus ook in het oosten van Azië waar Japan grote gebieden veroverde. Eigenlijk het hele gebied uh, tussen die zwarte stippellijntjes werd door Japan veroverd. En eronder was dus ook de Nederlandse kolonie Nederlands-Indië, het latere Indonesië. En die kolonie werd in 1942 bezet door de Japanners. Nou, er waren veel Nederlanders aanwezig. En uh, die Nederlanders die werden opgesloten in interneringskampen. Hè. Dat is een soort Japanse concentratiekampen. Jappenkampen werden ze ook wel genoemd. En veel Nederlandse mannen die moesten bovendien dwangarbeid gaan verrichten. Dat kon in Indië zelf zijn, maar dat kon ook in andere landen zijn. Waar ze bijvoorbeeld spoorlijnen aan moesten leggen. Geen goed nieuws dus voor de Nederlanders die er leefden, maar met de Indische bevolking gingen de Japanners heel anders om. Langzamerhand maakten de Japanners de Indische bevolking politiek bewust. En dat zag je bijvoorbeeld terug doordat de Japanners militaire training gingen geven aan Indische jongeren. En je zag het ook terug doordat een bekende Indonesische nationalist Sukarno propaganda mocht maken door, van de Japanners. Hier zien we hem ook een Japanner de hand schudden. En ja, Sukarno riep de Indonesische bevolking ook op tot meer zelfbewustzijn, hè, tot onafhankelijkheid. Daar wilde hij voor strijden. En de Japanners die hadden de Indonesische bevolking ook beloofd dat het land na de oorlog onafhankelijk zou mogen worden. En al deze zaken zorgden ervoor dat het Indonesisch nationalisme verder gestimuleerd wordt. Dat was voor de Tweede Wereldoorlog al aan het groeien, maar door de Japanse bezetting groeide dat alleen maar verder. En daar speelt die Sukarno, die we hier in het midden zien, een hele belangrijke rol bij. Nou, en dat einde van de oorlog dat zal ook gaan komen, maar niet zoals de Japanners gehoopt hadden. Hè? Dat hadden we al gezien. De Amerikanen gooien die twee atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. En uiteindelijk leidt dat tot uh, de capitulatie van Japan. En daardoor moet Japan ook de gebieden die ze bezet hadden opgeven. En op 15 augustus 1945 vindt de bevrijding van Indonesië dan ook plaats. Japan is weggetrokken. De Indonesiërs willen heel graag onafhankelijk worden. Maar Nederland wilde het niet toestaan. En dat zorgt weer voor een hele nieuwe periode van allerlei perikelen. Maar daar komen we in andere video's wel weer op terug.